Oh, Verkouter toch, wacht toch. Zo ongeconcentreerd en onverwacht. En de discussie gaat verder met Van der Korpit. Nu of nooit. Rankin. Niet onaardig. We hadden liever gezien dat hij het lef zou gehad hebben zelf te schieten. En dat wordt een eigenaardig afsluiten van deze wedstrijd. Nederland gaat ongetwijfeld tevreden naar huis. 87 minuten met 10 spelers. Maar een 1-0 nederlaag. Onze Rode Duivels is een beetje ontgoocheld. Omdat er tegen 10 geen tweede doelpunt kwam. Maar de uitslag is goed te noemen. 1-0. Eigenaardig is dat maar waar. 1-0 is goed te noemen. Het is gedaan. Want dat betekent dat als we in Rotterdam één keer scoren. Dat Nederland dat 3 keer moet doen. En dat willen we nog altijd niet zien. Maar in voetbal kan alles. Denk maar aan Real Madrid-Barcelona. Dus na een wedstrijd waarin dus de belangrijkste dingen helemaal in de beginfase gebeurden. Een anticlimax als afsluiting en een 1-0. Voor België dankzij een doelpunt van deze man, Frankie Verkouter. En nu hebben we beneden Alain Konings. Die waarschijnlijk iemand zal trachten op te pikken. Ja, in het gewoel hier, Paul van Himsen, zijn eerste reactie, een magere overwinning uiteindelijk. Wel, na de eerste helft vind ik de tweede helft is natuurlijk niet zo goed geweest. En 1-0 is natuurlijk een magere einduitslag. U had meer verwacht ook van die tweede helft? Wel, ik had gedacht volgens de eerste helft dat we gezien hadden dat de Belgen toch met 2-3 doelpunten verschil gingen winnen. Het is wat moeilijker gebleken de tweede time. Het had in de eerste helft moeten gebeuren? Ik denk dat we in de eerste helft een goede wedstrijd gezien hebben met kansen voor de Belgen. Die twee kopballen van Keulemans, die kans van Georges Grün en zo. Het had misschien een doelpuntje meer moeten geweest zijn, vooral de eerste helft. Toch eigenaardig met 10 man maar? Ja, 10 man is altijd geen maatstaf om goed tegen te spelen en doelpunten tegen te maken. Dat heeft twee kanten. De eerste kant is dat ze gezamenlijk terugplooien, dat ze niet mee uitkomen. En ten tweede hebben ze natuurlijk ook minder kans om één te maken. Maar die defensie blijft er altijd staan en is het altijd even moeilijk. Goed, bedankt Paul van Himst. Ik kijk nog even uit of ik een van de spelers kan vastkrijgen. Frankie Verkouter komt eraf, maar die wordt nog door onze collega's van de RTBF geïnterviewd op dit moment. Alle andere Rode Duivels zijn intussen van het veld verdwenen. Ik geef even terug naar Rick de Sadeleer. Wel ja, en u zag daar dus de supporters van een ploeg die verloren heeft. Die dolgelukkig schijnen te zijn. Wij gaan nu over voor verder commentaar naar onze studio. Ja, dames en heren, Paul van Imst vond die 1-0 ontgoochelend. Ik ben geneigd om hem bij te treden, maar ik zal wel weer geen verstand van voetbal hebben. Ja, zijn jullie het daarmee eens? Is die 1-0 ontgoochelend, gelet op de omstandigheden? 87 minuten met 11 tegen 10, één mannetje meer op het veld. Ontgoochelend denk ik voor België wel natuurlijk, maar ik denk van de andere kant voor Nederland duidelijk niet. Als jij dus na 3 minuten dus al een speler moet verliezen dan, ja, en 87 minuten in feite op de been blijft, dan is dat natuurlijk duidelijk goed.
Maar ik bedoel ontgoochelend voor de Belgen natuurlijk. Ik denk dat het voor België dus duidelijk wel ontgoochelend is. Dat is zeer duidelijk. Ja, ik denk ook dat natuurlijk als we Europese normen gaan handhaven, dan 1-0 is een mooie uitslag als je 1 kan scoren. Maar het gegeven was er nu na 3 minuten tegen 10 en dan is het altijd niet een voordeel, net zoals Rick komt te zeggen. Maar toch, ik vind dat we vooral dus de tweede helft verzuimd hebben af te maken. Ook nog deels hebben we de eerste helft de kansen gehad, maar de tweede helft hebben we ook te weinig over de flanken gespeeld. Ja, goed. We gaan even onderbreken. Straks komen we bij jullie terug, want Alain Konings heeft Frankie Verkouteren bij zich. Ja, Frankie, een eerste reactie. Ik denk dat wij 45 heel goede minuten gespeeld hebben. Mijn 1-0 voorsprong en met verschillende kansen, maar dat de tweede helft toch een beetje ontgoochelend was. Eigenlijk hadden we met meer verschil moeten winnen. Hoe kwam dat nu, dat in die tweede helft eigenlijk niet meer zo liep als in die eerste, minder kansen ook? Ja, er was ook minder ruimte. Hè. Ze hebben de eerste helft nog een beetje meegespeeld, maar in de tweede helft gingen ze gewoon resultaat voetballen. Wat eigenlijk helemaal normaal is met 10 man. En toen liepen wij tegen een blok verdedigers die zo 15 à 20 meter voor hun doel speelden. En daar hebben we eigenlijk geen oplossing voor gevonden. Ik denk dat de enige oplossing via de flanken was, maar dat hebben we volgens mij niet genoeg gedaan. Dat gebeurde te weinig. Formidabel doelpunt van jou in die eerste helft. Ja, alles of niks. Ik kreeg, gezien dat ik daar was voor een hoekschop of een vrije trap, kreeg ik die bal terug. En ik zeg alles of niks nu. En ik denk dat Van Breukelen de bal een beetje laag gezien heeft, maar al bij al was het toch een goed schot. Bedankt Frankie Verkouteren. Dat was het. Straks komen we weer terug. Ja, er was minder ruimte in die tweede helft, zei Frankie Verkouteren. Maar ik vraag me dan af, waarom speelden die Belgen niet met meer agressiviteit ook? Er werd zelden echt gejaagd en zo. Het leek wel alsof die Belgen niet durfden komen, hè? Nou ja, of permanent komen, bedoel ik. Ik denk ook dat je dus, ondanks dat dus in dit geval de Sjenjadinski erin komt, dus na 25 minuten geloof ik, dan had ik volgens mij, zie je dus gewoon in dat centrum daar, dus dat Frankie van der Elst uit kan komen, Van der Rijken en Groen in feite elkaar een klein beetje in de weg gaan lopen. En de bal toch te veel gaan brengen dus in dat centrum van de verdediging van Nederland. Ik weet het, er wordt gezegd dus dat inderdaad België dus de flanken dus niet of moeilijk kunnen bespelen. Maar dan geloof ik toch dat je dus dat toch moet gaan proberen dus in zo'n wedstrijd. Die toch uiteindelijk toch van kapitaal belang is. Ja, Soldaarden, Guy Thijs wil het natuurlijk niet gezegd hebben, maar durft hij eigenlijk wel meer dan, ik zeg nu maar iets goed als, het duurde ook zo lang voor die Sjenjadinski erin kwam. Ja, als je ervan uitgaat, 1-0, dus wens vast te houden. Zo. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk blijven overtwisten. Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld zonder willen afbreuk te doen aan de verdiensten van het spel van een Leo van der Elst, dat bijvoorbeeld Enzo Schifo vandaag achteraf praat, is natuurlijk makkelijk. Maar het viel vooral op, en dat hebben we ook tijdens de uitzending gezien en ook met elkaar besproken. Er werd nooit een man uitgespeeld. Dus niemand speelde een man uit. Het was altijd van man tot man, zonder eigenlijk risico. En als er dan een keer diep gespeeld werd, dan was die bal weg. Maar Schifo had misschien met een paar dribblings die opening kunnen forceren, zoals Simon dat ook kan voor de Nederlanders. Of in de tijd toen bij ons bestond daar. Eigenlijk moet je 1 of 2 mensen in een ploeg hebben die gemakkelijk een man kunnen uitschakelen. Als de ruimte klein is, omdat er dan automatisch gaten komen. Die waren er niet. Er zijn nooit openingen geweest. Niet langs de flanken, niet door het midden. Alleen de eerste helft hebben we een paar kleine kansjes gehad, maar de tweede helft hebben we geen enkele kans gehad. Geen enkele doelkans, buiten de 2 afstandsschoten van Van der Rijken. Nou ja, dat verklaart eigenlijk ook een klein beetje dus dat Van den Berg en Klaassen eigenlijk niet of nauwelijks in de wedstrijd zijn geweest. Ja. Dus ik vraag me af, wat is dat toch met die Van den Berg? Hè? Het is een klassevoetballer, daarover is iedereen het eens, technisch sterk, zegt iedereen, mensen die het kunnen weten. En hoe komt het ook dat die man zo weinig te zien is in bepaalde wedstrijden? Vorige keer tegen Nederland was dat ook al het geval. Ja, maar Van Erwin is het toch een geweten dat hij, ze noemen dat een sluipschutter natuurlijk. En die volgens mij ook de momenten, hij is daar op een gegeven moment, is hij er wel. Gelukkig voor Nederland natuurlijk vanavond duidelijk niet. Dat is alleen maar een voordeel voor Nederland geweest. En spijtig voor België natuurlijk. Maar ja, dat is een voetballer die dus alleen maar van zulke momenten, van die 2-3 seconden, zoals Rick al zegt, die moet het daarvan hebben. En dan is hij er en dan staat hij er ook. Ja. Maar het is in feite dus in deze wedstrijd eigenlijk toch te weinig in zijn totaliteit. Ja, er werd ook wel weinig of nauwelijks goed aangespeeld. Maar ja, dat kun je blijven over. Van, als hij bruikbare ballen krijgt, verwerkt hij ze meestal goed. Ik herinner me de tweede helft toen Rick zei, dus hij komt even aan de bal, dat vlugschot van de voorzet van Van der Rijken, dan was hij er weer. Dat zijn de momenten dat Erwin, en tot op heden heeft hij meestal toch redelijk tot goed gepresteerd en belangrijke doelpunten gemaakt. Kijk. Ja, en vooral die tweede helft komt er natuurlijk in deze wedstrijd helemaal weinig ruimte. Dus voor Erwin en in de Klaassen en ook voor Sjenjadinski wordt dus, het nog veel en veel moeilijker. Ja, Rick de Sadeleer vond het ook fout dat Sjenjadinski erin kwam in de plaats van Groen. Jullie hadden daar een andere mening over, hè? Ja, goed.
Zo zeg het eerst. Nee, maar ik dacht vooral dat ik had niet. Wie zou je er anders kunnen uithalen? Ik dacht even nog, maar ik hield het bijna niet voor mogelijk dat hij er Klaassen ging uithalen. Dat Nico eerder ongelukkig voetbalde vanavond. Maar het was de meest logische zaak dat Groen of Rauquin eruit ging. Een van die twee. Omdat, zoals Aad zegt, die liepen in elkaar gewoon voor de voeten in het centrum. Je had drie mensen voor twee of voor één, maar Van der Rijken, je had Groen en je had Van der Elst. Dus Wim Besadre bedoelde waarschijnlijk Klaassen, hè? Neem ik aan. Ik weet het niet. Ik weet het niet, dat zullen we moeten vragen. Ja, goed, dat zullen we hem straks vragen. Eventueel via Alain Konings, die nu een gesprek zal hebben, denk ik, met Johan Cruijff. Verwacht je altijd meer. Aan de andere kant weet je dat de Belgen het moeilijk hebben als ze alleen maar moeten aanvallen. Nou, in dit geval werd ze dus opgedwongen aan de ene kant door die tien man. Aan de andere kant, de rest wilde er niet uitkomen. Ja, dan krijg je het überhaupt moeilijk. Het enige wat me een beetje verbaasde, dat ze dus van Kuiteren niet meer aan de linkerkant benut hebben met zijn voorzet. En meer de flanken benutten in het algemeen? Ja, nee, ze hebben de flank wel benut, maar ik vind dus van Kuiteren typisch iemand vanaf de linkerkant een moeilijk te verdedigen voorzet hebben. Over Nederland, tevreden? Ja, tevreden. Gevoetbald is er dus haast niet. Maar ja, wat had je wel andere voor mogelijkheden? Je speelt een uitwedstrijd, je verliest de eerste minuut een speler. Je speelt met 10 man. Dan kun je dus eigenlijk alleen maar gaan verdedigen nog. En dat moet je zeggen, hebben ze goed gedaan. De inbreng van Ajax. Er was nogal wat kritiek internationaal dan op Ajax, nationaal niet. Veel lof en jubel. Is dit voor jou een goede test nu internationaal voor jouw kern, de Ajax-kern? Ja, voor die jonge spelers is het een zeer goede test natuurlijk. Ze hebben weer een hoop meegemaakt. En ik denk dat het alleen maar goed is voor de ontwikkeling. Dus dat het zeker is. Goed, bedankt Johan Cruijff. Straks nog meer reacties. We hopen meteen Kief te hebben. Maar dat is misschien nog even wachten. Ja, bedankt. Ja, Johan Kief hier toch. Wim Kieft, ja. Tragische start voor jou eigenlijk. Ja. Vertel het eens. Ik heb. Was een vrije trap moest er genomen worden. Die zou Van Kuiteren nemen. En ik ging ervoor staan. En Van Kuiteren die. Ja. Die zag gezegd. Die gaf mij een trap tegen mijn knie. En ik. Ja. Ik maak een hele grote fout om hem tegen zijn kin aan weg te drukken. Je geeft dat toch toe? Ja, dat, ik kan het wel niet toegeven, maar iedereen heeft het gezien natuurlijk. Zenuwen? Zenuwen, ik weet het niet. Ik was wel zenuwachtig. Maar ja, goed, dat ben je voor elke wedstrijd. Het is gewoon maar op een blackout houden. Maar je bent toch al een routinier, Italië, harde competitie? Ja, ik ben wel wat gewend, ja. Ja, hoe leg je dat uit dan? Als er een verklaring voor was. En een lieve jongen verder, neem ik aan? Ja hoor, ik ben... Maar ik heb nooit last met scheidsrechters, laat ik het zo zeggen. Ik heb weinig gele kaarten gehad in mijn carrière. Maar ja, goed. Eén keer moet de eerste keer zijn. Doodongelukkig? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Maar het loopt uiteindelijk nog betrekkelijk goed af voor Nederland? Ja, goed. Het is 1-0 geworden. En mag je zeggen, het is een redelijk resultaat. Maar ja, goed. Ik kan ook zeggen, wat had er gebeurd als ik er nog bij was? Terugwedstrijd? Wat denk je daarvan? Nee, ik ben er niet bij. Ja. Dat is zeker. Maar ik denk, ja... 1-0, dat is een redelijk resultaat voor ons. Maar ja, we weten dat de Belgische ploeg verschrikkelijk goed countervoetbal kan spelen. Dus het zal heel moeilijk worden in ieder geval. Goed, bedankt Wim Kieft. Okay. En daarmee nog eens terug naar de studio. Okay. Graag. En daarmee zijn we weer aan de Rijerslaan, dames en heren. Die uitsluiting van Kieft zullen wij, naar ik aanneem, meteen weer te zien krijgen. Want we gaan nu kijken naar de beste momenten, de hoogtepunten van de eerste helft. Die komen er nu aan. Dat was een PSV-duel en daar Kieft die daar een slag heeft aan Van Kuiteren en die wordt uitgesloten. Ik weet niet of dat te zien is. Wim Kieft. Grote sensatie, we zijn 3 minuten ver. Daar is Gerets met Gullit. Daar is Kieft, die pakt de bal. En daar is de slag. En er was een voet van Van Kuiteren. Omdat... Ja, inderdaad. Omdat Van Kuiteren
wou beletten dat Kieft die bal blokkeerde, het spel stillegde. En een spijtig begin, een deel spijtig begin op voetbalgebied van deze Interland. Het kan enkel bewijzen hoe gespannen, kan het nog even zien. Daar komt Kieft, daar trapt Verkouteren, daar slaat Kieft. En dat is dan wat bemerkt wordt. En daarmee krijgen we hier al een vervalste wedstrijd. Gerrits. Verkouteren, Oudswinger. Millimeters naast. De kopstoot van onze Jan. Van der Elst. Ja, als hij met die rechter kan afdrukken. Klaassen. Bijzonder kwik. Keulemans die verlengt. Verkouter dan nog. Ja! Oh la 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 la! Frankie! Een geluk dat we net die corner hebben gehad, dat Frankie dan nog is. Naar binnen. En dan krom draaien. Ja, dat is 10 keer meer waard dan de uitsluiting. Hier gaan we het nog beter kunnen zien. Hoe Van Breukelen verrast wordt. Onbetaalbaar. Waarom niet zelf schieten? Van der Elst. Van der Eyken. Keulemans. Ja, ja. Zo'n afschappertje. Oh. Bleef nogthans kalm. George Gruen stond weer op de goede plaats. En dat wordt geel voor Frankie van der Elst. En het is niet toevallig dat Gullit het slachtoffer was. Ja, lef heeft hij genoeg. Vandaag geen buitenspel. Gerrits weg, niemand volgt. En dan een overtreding. Frank, hè? Naar Gerrits moet het. Boven. Probeer het zelf. Hoera was het geweest als hij erin was. Onze vliegende reporter in het Constant van de Stokstadion heeft weer beet, dames en heren. Naast hem staat een gespannen, getekende en misschien zelfs geëmotioneerde Leo Beenhakker. Ja, de Nederlandse coach Beenhakker bij mij voor zijn analyse van deze wedstrijd. Ja, ik ben een erg tevreden coach op dit moment. Dat klinkt gek, we hebben met 1-0 verloren en normaal ben je er niet zo blij mee. Maar ik denk dat gezien de omstandigheden daar er niet meer in zat voor ons. Na 4 minuten met 10 man verder gaan. Dan wordt het een hele moeilijke zaak. En dan moet ik zeggen dat ik ongelooflijk trots op dit elftal ben. Die dermate overeind zijn gebleven onder die vloedgolf van aanvallen. En er zat niet meer in, dus dat is het dan. Wat is er gezegd in de rust? Was jij ongelukkig, neem dat aan? Of was je boos misschien ook? Ja, boos. In eerste plaats moet je zorgen dat je dus die tweede helft doorkomt. En wat ik dan, of ik dan boos ben, ja of nee, is voor die spelers niet zo interessant natuurlijk. Maar ja, voor jezelf in een stil ogenblik, het zijn een aantal weken waarbij je toch met die wedstrijd bezig bent geweest. 6 dagen bij elkaar in trainingskamp, waarbij de opzet gemaakt wordt. En die 6 dagen, die vallen, na 4 minuten vallen die helemaal weg. En dat is wel eventjes 3 keer diep ademhalen, ja.
Ja, er kwamen berichten, Beenhakker nerveus voor deze wedstrijd, zenuwachtig. Heeft hij het allemaal onder controle, werd er gevraagd? Ja, nou kijk, die berichten vooraf, die kennen we. Hè. U werkt ook waarschijnlijk wat langer in dit medium, dus dat weten we allemaal wel. Beenhakker is nooit zo nerveus geweest. Die wist precies wat hij aan het doen was. En dat zijn omgeving een beetje nerveus werd, ja, daar kan ik ook niks aan veranderen natuurlijk. Wat denk je nu over de terugwedstrijd? Ik denk dat we het redden. Ja. Want als het elftal zo speelt en je speelt met 11 man, dan moeten we in Rotterdam, waar we echt 50.000 mensen achter ons hebben, in eigen huis zijn, moeten we dit karwei kunnen klaren. Dus ik ben daar... Duidelijke taal. Ik ben daar zeer optimistisch over, ja. Zeker weten. Goed, bedankt. Graag gedaan. Tot ziens. Weer terug naar de studio met deze beelden. Bedankt Alain Konings. We hebben daarnet de hoogtepunten van de eerste helft gezien. We kijken nu naar de beste momenten van de tweede helft. Raken. Niemand breed weer. Van de Korput moet komen. Ja, dat is goed. Van der Rijken loopt zich vrij. Ja, ja, daar was hij. Je ziet hem maar een paar keer. De sluipschutter noemt men hem. Maar dat is hij ook. Gerrits. Als hij technisch een tikje sterker was. Hij ziet het moment. Vangt de bal op. En dan springt hij net iets te ver van zijn voet of van zijn borst zoals nu. Van der Rijken. In de diepte, Frankie. Jawel, maar proberen. Als Keulemans eens kan koppen en voor de goede voet. Die van Verkouteren. En een van de grote kwaliteiten van Alex. Toch niet kruin zeker. Vinden het fout. Waffa. Van der Rijken. Keulemans, even vastgehouden. Verkouteren. Tjeniatinski was daar toch zeker. Met alweer een extra bal. En daar weer een... Nee, een duwtje van Willy van der Kerkhof aan Tjeniatinski. En die speelt dan ook mee. Frankie van der Elst. Van der Rijken. En nog altijd niemand op de flank, behalve Gerrit. Oh la la! Van Breukelen bijna verrast. Van der Rijken. Schieten! Onbetaalbaar zo'n man. En het scheelde niet veel. Kijk maar. Ja, dat heeft niet veel zin. Dan is het beter die bal in het pak te brengen en men blijft daar foefelen. Dat is dialect Mechels. Maar het zegt zeer goed wat er gebeurt. Van der Rijken bijna opnieuw. Zou de kroon op zijn werk hebben gezet. De beste man hier. Een schicht. We hebben daarnet de mening gehoord van een optimistische Nederlandse coach, Leo Beenhakker. We zijn benieuwd wat de Belgische coach Guy Thijs te vertellen heeft. U hoort hem in gesprek met Alain Konings. Guy Thijs bij ons. Ik neem aan, Guy, dat jij dacht aan de rust. Er moet meer in zitten. Wel, ik had aan de rust al een beetje teleurgesteld geweest, omdat ik vind dat wij in de eerste helft dat al moeten kunnen afmaken. Omdat je bij ondervinding weet dat het al langer hoe moeilijker wordt als je tegen de klok begint gaan te spelen. Dus ja, maar wij hebben er alles voor gedaan. Zelfs Grunder afgenomen om met 3 verdedigers te spelen. De 2 schoten van der Rijken op laatste, die toch hetzelfde geld hadden kunnen binnen zijn. Nu de uitgangspositie had natuurlijk schitterend geweest met 2-0, maar nu met 1-0. Moeten wij in Nederland een doelpunt maken? Ben je ongerust? Laat ons zeggen dat wij op verplaatsing niet gemakkelijk doelpunten maken voor de ogenblik. En zelf ook thuis, dit is vandaag gebleken.
Maar Nederland moet nu toch volledig offensief komen. Hetgeen dat we ze vandaag toch zeker niet gedaan hebben. En dat ons zo dikwijls verweten is geweest voor laffe Belgen en sluiperig voetbal en wat weet ik. Dat hebben wij nu vandaag toch tijdens een uur en een half ongeveer gezien van tijdroven enzovoort. Nu de volgende thuiswedstrijd in Nederland moet Nederland een doelpunt maken. Twee doelpunten maken om zeker te zijn van in of verlengingen te gaan. En het zit erin dat wij een doelpunt maken, dan trachten er geen drie tegen te krijgen. En dan toch, vergeet toch niet dat Nederland zal moeten spelen zonder Van Basten en Kieft. Hetgeen dat toch twee talentrijke voorspelers zijn. Was de ontgoocheling groot bij de Belgische ploeg na de wedstrijd? Wel, ontgoocheling, een wedstrijd winnen en geen doelpunt tegen krijgen, dat moet je positief op reageren. Maar de ontgoocheling is groot omdat wij vandaag praktisch ons ticket van Mexico al hadden kunnen op zak steken. Wij hadden vandaag ook moeten kunnen afmaken. Beenhakker zei daarnet, ik ben er gerust in, wij winnen, wij gaan naar Mexico. Wel, dat is vol recht, dat is ook zeer goed mogelijk. We zullen dat bekijken op 20 november, maar ik heb wel de overtuiging dat wij, als we goed ingesteld zijn, dat wij daar een doelpunt kunnen maken. En ik denk toch niet dat we drie zullen tegenkrijgen. Goed, bedankt Guy Thijs. Dat waren de interviews hier in het Van der Stokstadion. Weer terug naar de studio nu. Bij ons zitten nog altijd onze twee gasten, Aad Kouthijzer en Jos Daarden. Nog even over die tweede helft. Aad Kouthijzer, jij zei met je geoefend trainersoog al heel vroeg in die tweede helft, je merkt de irritatie groeien bij de Belgen. Ja, dat zag je al aan die kleine dingetjes. Verkouter onder andere, Jan Keulemans zelfs, René Verrijken. Dus, en dan zie je dus inderdaad wat onrust in die ploeg sluipen. En dan zie je dus ook dat aan de andere kant in feite Nederland een klein beetje meer geruster gaat spelen. Hè? Niet dat je dus zegt van ze kunnen makkelijk spelen, want ze staan natuurlijk altijd nog met een man minder. Maar ja, je ziet dat gewoon dat het moeilijker gaat. Er komen heel weinig kansen, er komt weinig ruimte. Ja. Nederland die sluit zich dus inderdaad op dat moment helemaal op. Dat is ook vrij normaal natuurlijk. Ik denk niet dat meneer Thijs zegt dus nu dat Nederland dus dan negatief gevoetbald heeft. Maar ik denk dat dit in feite dus gewoon een gegeven is op dat moment dat je dus maar met die man moet verder gaan. Dat is duidelijk, dat wordt je eigenlijk opgedwongen, laat ik zo zeggen. Jos Daarden, jij zei ook in verband met de Nederlandse ploeg, ik zou er Taamata nu inbrengen in de plaats van Basten. Is dat omdat Taamata jarenlang je boezemvriend geweest is? Nee, ik denk dat het hier niks mee te maken had. Maar op een gegeven moment vond ik dat de Nederlanders, dus je zag dat goed bij de Wit, als die een bal had, die probeerden hem zo lang mogelijk vast te houden. En ik dacht dat Simon wel van nut kon zijn aan die andere kant, omdat ik toch indruk had dat Marco van Basten zich eigenlijk leeg gespeeld had, leeg gevochten. Dus dat niet zo in zijn aard ligt. Hij heeft dat schitterend gedaan zelfs. De Wit heeft verdedigend werk opgeknapt dat ik hem niet voor in staat dacht. Maar zeker toen een kwartier voor tijd had Simon erin kunnen komen. Want toen Ophof erin kwam, dat was natuurlijk om nog een verdediger extra erin te zetten, haalde hij Gullit eruit, omdat hij ook niet meer in de wedstrijd zat toen. Maar het was gewoon om volgens mij om die bal wat langer vast te houden. Omdat ze eigenlijk, De Wit deed het nog goed, maar Van Basten kwam er niet zomaar in voor. Ook Gullit niet. Maar ik denk dat de pluim in de Nederlandse kant duidelijk naar, voor mij persoonlijk, Frankrijkaard gegaan is. Heeft niet alleen Keulemans geneutraliseerd, heeft ook nog gezorgd dat hij altijd toch goed aanspeelbaar was. Heeft hij misschien niet zo vaak die bal gehad, maar ik vond hem toch goed positie kiezen. En Jan Keulemans neutraliseren, dat is toch niet iedereen gegeven, denk ik. En ik denk ook dat dat een deel van de kracht van de Belgische ploeg ontnomen heeft. Ik denk het wel. Ik denk dat je dan ook de toevoer eigenlijk afsluit grotendeels naar je spitsen. Dus dat is wel duidelijk een groot handicap geweest. Maar ik denk ook dat eigenlijk het hele grote punt is misschien wel toch die man die eraf is gegaan. Dat achteraf misschien toch de België eigenlijk meer ruimte zou hebben gekregen als er dus gewoon 11 Nederlanders op het veld zouden blijven staan hebben. Ja. En dan misschien heb je misschien meer kans om eigenlijk dus 1 of 2 doelpunten meer te gaan maken. Resumerend, de Belgen hebben geen goede wedstrijd gespeeld. Nou, ik denk dat België eigenlijk een moeilijke wedstrijd heeft gespeeld. En ik vind toch wel één uitzondering. René Verrijken, die is van de Rijken Verrijken, die heeft dus van mij een formidabele wedstrijd gespeeld. Die steken dus met kop en schouders vanuit in deze wedstrijd. Hoe beoordeel jij de prestatie totaal van de Belgen? Het was een enorm moeilijke wedstrijd. Het was vooraf geweten. Toen Kieft dan uitviel, werd het nog een andere wedstrijd. Maar dus Van der Rijken stak er voor mij ook bovenuit. En voor de rest was het, het collectief was, alleen er was te weinig individueel aanwezig om wat te forceren. We komen altijd terug op hetzelfde, langs de flanken. Ja. Maar dat was in Polen al zichtbaar. Toen hadden we helemaal geen flankspelers. Nu hadden we nog een Verkapten en een Verkouter, maar die is nooit over links gegaan, omdat Wijnstekers die afvoer gewoon heeft afgesneden. Ik denk ook dat je dus in zo'n wedstrijd eigenlijk toch een klein beetje Schifo gaat missen en toch mist in zo'n wedstrijd. Achteraf is het natuurlijk allemaal makkelijk praten natuurlijk, dat die mis je of die is er niet. Maar ik denk dat inderdaad zo'n speler met die kwaliteiten, een man kunnen uitschakelen,
individueel dus iets dus creëren, dat is inderdaad belangrijk in zo'n wedstrijd. Ja. Omdat je dus heel weinig ruimte krijgt. Leo Beenakker en Guy Thijs waren het erover eens dat het voor de Belgen een moeilijke terugwedstrijd wordt op 20 november in Rotterdam. Nou ja, als ik dus de coach van Nederland dus ziet er net op de beelden, dan is hij toch niet zo gerust als dan we hem zalig dus officieel hebben gezien. Maar ik geloof dat zo'n wedstrijd in Rotterdam ook weer alle kanten uit moet kan gaan. Want ja. Je zit natuurlijk toch met een Kieft en een Van Basten die er niet bij zijn. Ja. Nederland moet het spel gaan maken, dus dat betekent uiteraard dat de Belgen toch eigenlijk de ruimte gaan krijgen die ze toch eigenlijk moeten hebben. En ja goed, ik denk dat dat eigenlijk het grote punt is van vanavond, want we hebben dus de ruimte niet gehad. En dat is dus overduidelijk bewijs. Kieft en Van Basten er niet bij, waardoor Tamate er nu waarschijnlijk van bij de aftrap zal bijlopen. Ja, maar het is ook wel frappant dat in een wedstrijd zoals deze alleen eigenlijk aanvallers gele kaarten en rode kaarten gekregen hebben. Kijk, Van Basten kan je toch geen schopper noemen, krijgt geel, Verkouter krijgt geel voor een ja. Ja. Dat was terecht, daar heeft hij het gewoon gezongen. Maar Van Basten, iets later, Verkouter doet hetzelfde, wordt niet gegeven. En Kieft, maar die wedstrijd is nooit ontdaard, laat me dat zeggen. En over 90 minuten heeft die scheidsrechter het gewoon schitterend gedaan. Ik moet zeggen dat er weinig moeilijke momenten waren. Maar het missen van Van Basten en Kieft zal toch Nederland misschien zuur kunnen opkomen in de return. Want zo goed zitten ze ook weer niet meer in de spits. Nee, ja. Ja, wie zou dan de tweede spits worden naast Aanmaten? René van der Gijp. Houtman of Van der Gijp? Ik weet het niet. Ik, ja, dat zal we zijn niet de bondscoach van Nederland natuurlijk, maar ik denk dat er natuurlijk altijd wel, er zullen wel alle spelers staan. En dat is inderdaad wel zo. Nederland die heeft eigenlijk dus toch een finalstadion achter zich. En dat zijn toch 60.000 mensen. Ja. Oké, bedankt. Heel hartelijk bedankt voor jullie komst naar de studio. Afsluitend, dames en heren, heb ik nog wat andere uitslagen van vanavond die mij net zijn toegereikt in groep 6. Sovjet-Unie-Ierland in Moskou, dat had ik u eerder op de avond al meegedeeld, 2-0. Maar ook Noorwegen-Denemarken 1-5. De stand in die groep is nu aan de leiding Denemarken met 9 punten uit 7 wedstrijden. Dan de Sovjet-Unie met 8 punten, Zwitserland met 7 en Ierland met 6. Alle dus uit 7 wedstrijden en Noorwegen sluit de rij met 4 punten uit 6 wedstrijden. In groep 3 Roemenië-Noord-Ierland, die uitslag kent u ook al, 0-1. En dan vanavond gespeeld Engeland-Turkije op Wembley 5-0. Dat betekent dat, als ik goed kan rekenen, dat Engeland zeker is van zijn kwalificatie met 11 punten uit 7 wedstrijden. Heeft nog 1 wedstrijd te goed tegen Noord-Ierland. Dus 11 punten voor Engeland, 9 voor Noord-Ierland, ook uit 7 wedstrijden. Finland heeft er 8, maar Finland heeft al zijn wedstrijden al achter de rug. En dan komt Roemenië met 7 punten uit 7 wedstrijden. Noord-Ierland 9 punten, Roemenië 7. Tussen die twee zal het gaan voor de tweede plaats. De overige of de laatste wedstrijden in deze groep zijn Engeland, Noord-Ierland en Turkije, Roemenië. En dan nog een laatste uitslag in groep 2. Uit Praag komt die, Tsjechoslowakije, Zweden 2-1. In die groep leidt West-Duitsland, daarna komt Portugal en dan Zweden en Tsjechoslowakije met ieder 7 punten uit 7 wedstrijden. De laatste ontmoetingen in deze groep zijn West-Duitsland, Tsjechoslowakije en Malta-Zweden. Vanavond was er ook West-Duitsland-Portugal in Stuttgart, als ik het goed heb, maar die uitslag is nog niet binnengelopen. Zo, dat was het dan wat deze België-Nederland betreft, dames en heren. Onze tijd is om. Afspraak op 20 november. Nog een goede avond.